Ongelooflijk. Ik had nooit gedacht dat ik dit in mijn mond zou gaan stoppen. Maar ja, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Kennen jullie de charmante Liz nog, die vanuit haar wolkenkrabber in Rotterdam Cochinita Pibil met mij maakte? Dutch eat to live, we live for eat. Ja, die eat to live. Ja, 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 it's true. We live around our food, it's part of our daily life. Deze vrouw heeft een restaurant geopend. En daar eet je geen Tex-Mex, maar Real Mex. Hallo. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bienvenida, sabor, sabor. Dankjewel. Nou, eigenlijk is Liz haar restaurant ook een ode aan haar nana. Dat is een nanny in Mexico. En dit is een street art versie van een nana. En die nana's die doen heel veel in een huishouden, maar onder andere heel erg lekker koken. En Liz heeft dan ook het koken van haar nana Tonita geleerd. Today we are going to prepare one soup, a very traditional soup from Mexico. Mm-hmm. We call a tortilla soup or sopa de tortilla. Yeah. In the traditional Mexican cuisine is a fresh element. Yes. And the element that we use in this soup is first the tomato, mm-hmm. because the base of the soup is tomato. Is there something that you saw in the last 10 years, since you've been living in the Netherlands, that was so-called Mexican, but was not Mexican at all, and it really made your heart cry? Food from other countries like paella in the menu, and paella, is Spanish. And especially the tacos. The tacos is a lot of confusion because the Tex-Mex food also it has the position in the world but not in the authentic Mexican cuisine. My philosophy is that the tomato, everything, every part of the tomato is healthy and can be really good for give the taste. And do you find most of your ingredients in Rotterdam? We are in one of the best port, of the biggest port in the world. And here enter a lot of fruit, vegetables from all Europe. That's yeah. why I'm very lucky to be here. And this is the last touch we put it. Please, you are the one who begin to eat the soup. Very nice. Deze soep geeft je heel veel levensvreugde ook. Ik zou het ook geen troostsoep noemen of zo, maar gewoon meer een soep van, allee, we gaan ervoor. Let's do this! Dit is totopo, dus eigenlijk geen nacho, hè, maar totopo. En dat is dus met chapulines, met springhanen. En dat is een lekker hapje voor bij de borrel op Mexico. Aangezien ik een onstilbare honger heb, gaan wij nog even door. En gaan we pollito chipotle maken. Pollito al chipotle. Dus chipotle kippetjes. De pollito for today. Deze kip is echt ontzettend sappig. Stel je voor dat je dit op een barbecue legt. Ja. Oh my god. Come have a chicken. Yes, we sure. Nice. Mm. I love it also. We have new lovers of the chicken.